Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vandaag zijn we bij elkaar gekomen om de wudu te leren. Voordat we beginnen met de wudu, bedanken wij Allah en zeggen wij Bismillah. Daarna wassen we onze beide handen goed en zorgen we ervoor dat het water tussen onze vingers komt. Dit doen wij 3 keer. Vervolgens doen we water in onze mond om onze mond goed te wassen. Dit doen wij ook 3 keer. En daarna doen we water in onze neus en snuiten wij onze neus. Ook dit doen wij 3 keer. En daarna wassen wij ons hele gezicht en ook dit doen we 3 keer. Bij het wassen van ons gezicht is het belangrijk om het water goed over onze gezicht te verspreiden, van onze linkeroor tot aan onze rechteroor en van onze haarlijn tot aan onze kin. Daarna wassen wij onze armen en nemen wij onze handen hier ook in mee, van de bovenste vingertoppen tot onze elleboog. Hier beginnen we natuurlijk weer met rechts en daarna naar links. Nu zijn we aangekomen bij het vegen over ons hoofd. We beginnen eerst aan de voorkant en dan vegen wij over ons hoofd tot aan de achterkant. En daarna weer van de achterkant tot de voorkant zoals jullie kunnen zien. Daarna wassen wij onze oren met water dat overgebleven is nadat we ons hoofd hadden gewassen. Onze oren wassen we aan de binnenkant en aan de buitenkant en dat doen we 1 keer. En als laatst wassen wij onze voeten en hier is het belangrijk dat wij ook onze hielen wassen. Dit doen wij ook 3 keer en wij beginnen bij onze rechtervoet en gaan daarna door naar onze linkervoet.